Hey ja, mensen! Hey mensen! Top dat jullie bekijken! Hey, een extra video hè! We zijn vandaag in Den Helder. Wat gaan we daar doen? We gaan kijken bij het Marine Museum. We zijn hier namelijk uitgenodigd door World of Warships. Laten we eerst even gaan kijken hier. Dames en heren, in de wereld en in het land, welkom in het Marine Museum. Mijn naam is Jan, ik ben museumdocent en rondleider. En we gaan het vandaag ook hebben over de Hare Majesteit Friesland. Het kanon waar we hier achter staan, of wat je hier achter mij ziet, dat heeft ook op de Friesland-klasse gestaan. Het is een snelvuurkanon, 120 mm in doorsnee. De granaten die daaruit komen en die kunnen een hele hoop schade aanrichten. In het spel, de Friesland is het nieuwste schip in World of Warships. Het is ook het duurste schip, 132 euro. Volgens mij was je het echt wel duurder, denk ik. Ja, natuurlijk. Ja. Helemaal in het spel, hè? 132 euro's. Dit is het hobbyhok. Dit is, dit is onze opslagplaats en ook hobbyhok, ja. Oh, dit is het deel wat je normaal eigenlijk niet kan doen. Precies. Nee, dit is hier nog. Op sommige plekken zie je ook hier zeg maar, de namen van die oud-Werdivianen staan allemaal. Want die hebben ze daar ook hun naam erop gezet. T.J. de Vries. Is dat voor zo'n duikpak? Ja, voor een duikpak, ja. Ah, net als bij Kuifje. Ja. Die ding dat werd gedraaid en er werd de lucht gemaakt, zeg maar. Ja. Test lucht gemaakt en dat werd naar beneden in het grote standaardpak. Ja, zo'n groot pak met zo'n raampje. Ja. Voor het schot voor de boeg. Dat is een mooie, dat is een gezegde, hè? Het schot voor de boeg. De onderzeeboot die kwam dus boven water. Die deed een schot voor de boeg bij het schip wat hij dus wilde torpederen. En dat was eigenlijk voor de bemanning zeg maar, het signaal om het schip te verlaten. En daarna werd het dan getorpedeerd. Omdat eigenlijk de bemanning van het schip niet werd gezien als directe vijand. Maar de goederen die aan boord van het schip waren, die wilden ze natuurlijk naar de bodem hebben. En wij doen het heden ten dagen ook nog steeds een schot voor de boeg. Want als wij zeg maar, met een patrouille zijn en we moeten schepen volgen en die schepen die willen niet stoppen, geven ze een schot voor de boeg. Je richt op het schip, alleen dan ga je je kanon richten een paar graden naar links of rechts. En dan geef je boem, schot voor de boeg. Het is een vaste brandstofmotor. Dus hij wordt afgevuurd, hij wordt afgeschoten. Gele, dat is het springstofgedeelte. Een ding, want als hij ergens tegen aankomt, dat hij zegt boem, onder water. Dat is ook een mechanisme hier. Dus het pistool. Kijk dit dan. Dat is dus gewoon een voorsturingsmotor van een motor. Is dat een perslucht hier zo? Nee, dat is een dieselmotor ook. Dus hij wordt gestart met hete lucht. Net als dat je een diesel voorgloeit nu, hè, dat doe je met een accu. Voorgloeien. Maar daar deed je het met hete lucht. Dus als de torpedo uit de buis werd geschoten, dan kwamen er drie hamers op drie afvuurpatronen. Dat maakte hete lucht. En die hete lucht zorgde ervoor dat die diesel begon te rennen. Hetzelfde, maar dan onder water. Hè? Ja. Tien keer zo ver, er zit gewoon een schroef achter. Er zit gewoon een twee schroeven. Twee schroeven. En waarom twee? Ja, omdat je gaat zelf tollen. Heel goed, heel goed. Zie je, dus contra-roterend. Zeg, als je maar één schroef zou hebben, dan zou de schroef stil gaan staan en gaat de torpedo draaien. Dus vandaar dat ze het contra-roterend hebben gemaakt. Zie je. Ik draai hier naar rechts en de onderste gaat naar links. Zo. Hey Emiel. Hey, kom maar weg. Hey. Hey. Dankjewel. Top. Hey, dit is maar echt een kleintje. Wauw, dit is toch een heel ding. Ja. Gaan we er nou in? We gaan erin. We gaan erin. We gaan erin. Ja, zeker. Zo. Volgen maar! Een duikboot en een onderzeeboot is dus een verschil, hè? De duikboten die hadden ze dus in de Tweede Wereldoorlog. Die voeren boven water. En dan, als ze dan een schip gingen torpederen, gingen ze een stuk onder water. En de onderzeeboot die vaart dus zoveel mogelijk onder water. Dus, klopt, hè? Dank. Keurig! Ik heb goed opgelet al. Ja. Waar de batterijen staan, waar de dieselmotor staat, de generator staat, de hoofdelektromotor, die staan allemaal in de onderste cilinders. Zo. De hut van de commandant. Het is ook plus. Ja, maar alle apparatuur.
Hier is het te doen hoor, de periscopen. Ik wil even erin kijken hoor. Dat is leuk, je kan zo de zee zien. Maar dat is er eentje, daar zijn er twee. Nou, dit is de aanvalsperiscoop, dat is een heel klein dun pijpje. En die andere, met die twee oculairs, dat is de manoeuvreerperiscoop. Die heeft een heel groter, veel groter beeld heeft hij. Hé, die gaat snel. Ja, ja, die gaat veel te hard, dat mag niet. Ja, daar is hij hoor. Ik zie hem. Zo. De stuurman. Maar dan komen we zo, we komen hier achter. Ja. Zo, zo zit je dan je duikboot te, te besturen. De onderzeeboot, de duikboot daar. Ja, je kunt niet veel zien zeg maar als je aan het sturen bent. Dat is eigenlijk nog niet eens zo heel anders dan in een tank. Dan kun je nog iets zien, maar ja, veel zie je eigenlijk ook niet. Hier Engeland? Kijk, hier kan je zeg maar met de hoofdelektromotoren, de hem stuurboord en de hem bakboord, kan je meer of minder toeren naar de schroeven brengen. Dus hier zitten ook altijd mensen. De helft van de bemanning is altijd op. Dus 72 man, 36 man zijn altijd op. En hier wordt voor 72 man eten gekookt. En elke nacht brood gebakken. Alles elektrisch hè, ook. Dus niks met gas, want dat is natuurlijk weer... Dat water is dat hartstikke gevaarlijk. Chef Kok was eigenlijk de belangrijkste man aan boord. Als Chef Kok niet goed was... Die werd gewoon weggestuurd. Kijk, komt hier. Ha, ha. Stil zijn, hè? Die worden gepeild. Kijk, het is natuurlijk voor die onderzeeboot is het heel belangrijk dat de hoeveelheid water dat in die duiktank zit, zeg maar, dat dan natuurlijk gewoon, ja, dat de hele tijd wordt gecontroleerd, dat ding onder water blijft. Snap, dus ook als het gewicht afgaat, dan zou het ding naar boven gaan. Ja, dat wil je natuurlijk niet. En vooral niet als je torpedo's aan het afvuren bent. Als de torpedo hier dus uit die buis wordt weggeschoten, ja, dan gaat er dus gewicht van de boot af. En dat gewicht moet ook weer terugkomen aan water. En daarom zit het water wat in die buis zit, dat gaat gelijk hier door deze. Plus nog extra water in de tanks om, ja, om het gewicht van die torpedo te compenseren. De snorkel, hè. Kijk, met dit, zeg maar, met deze fundatie stond hij dus natuurlijk bovenop de onderzeeër. Die leidingen, zeg maar, die hier zit, ja, daar zijn dus de aansluitingen. Daar is en wel inlaat en uitlaat. Nou, die gaat hier door die arm. Die arm die kan dus scharnieren, dus die kan omhoog. Nou, dan komt dat deel van boven water, wat je hier ziet. Dat stuk, dat zal iedereen wel herkennen die wel eens een tractor gezien heeft. Trekker. Dat is gewoon het klepje van de uitlaat. En deze hier, die hier zit, dit is gewoon een vlotter. Kijk, want hier binnenin zit nog een klep. Op het moment dat er dus een golf, zeg maar, een hoge golf aankomt, die tilt die vlot erop, sluit die heel even kort die klep af, gaat er geen water in je inlaat. Dat zijn gewoon geniale dingen, toch? Dat werkt toch simpel, zoiets. De Friesland, en dat is dus het schip wat ook in de game zit, maar... Was dat ook jouw persoonlijke keuze geweest om in het spel te doen? Of was het beter een ander schip? Nee, dan had ik denk ik een veel mooier schip genomen. De welke? De Witte de Wit. De Witte de Wit? Met zo'n luchtverdedigingsfregat. Hé hey Jan, ja, hartstikke bedankt voor de rondleiding natuurlijk. Super interessant. Ja, wij kijken nog even rond. Wij gaan dadelijk even een potje spelen natuurlijk. Ja, heel goed. Dirk staat er de hele tijd te springen. Ik wil die gaan spelen. De beste stuurlui staan aan wal, hè vriend? Ja, we staan allemaal aan wal. Ik heb geschoten hier, kijk. Wat zijn die van jou? Ja, die zijn van mij, die balletjes. Bam! Gewoon een stukje tussenuit bijna. Daar komen ze, de kogels. Bam, 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 bam. Oh. Nou ja, zeg. Dat moet ook niet. Dit is zo jammer. Maar waarom moeten ze nou per se dan uitzoomen dat ik zie dat mijn eigen schip op wordt? Zo hoef ik toch niet te zien. Ja. Oké, dan mag ik. Nou. Ja, jij mag ook. Nou, dit vind ik mooi. Hier had ik een bouwpakketje van vroeger. Ooit. Lang geleden. Ik zei het toch? Heb je olie voor sneller? Je moet het Duitserschip pakken. Hoppatee. Goed. Zo, 2.0. Ja, ja Dirk. Ja. Dat is een vlugding. Ja, hij gaat hard hè.
Het is een beetje ook wel een oldtimer, hè? Het is een speedboot. Kijk hier dan. Ja, dit is vals spelen. Ik zei het zo, pak nou gewoon die Friesland. Ja, dat wilde ik toch, maar dat kon niet. Nee, die was nog steeds in battle. Ja, die was in werk natuurlijk. Wat moeten we doen? Oh nee, dit gaat niet goed. Dit ziet er niet goed uit, hoor, Bas. Wat heb je nou gedaan? Oké, thank you. Thank you again, thanks for coming. Bye-bye. Thank you guys. Zo, ja, mooi. Ja, dat was wel eventjes een rondleiding, hè, potverdikke. Interessant, ja. En jij werd toch even finaal kapot geschoten. Man. Ja, zeker. Het is niet best. Ja, want we waren hier natuurlijk eens uitgenodigd door World of Warships. De première van het nieuwe schip bij te wonen. Ja. En het spel is gratis. En je kunt het dus downloaden. Ja, en als je het nu downloadt, krijg je ook gratis een groot starterpakket ter waarde van €25 erbij. Hoi! En, oh ja, ik weet het alweer. De code is BOOM. B-O-O-M. Boom, boom, bam, boom. Boom! Op z'n Engels. Boom in het Nederlands. Aangezien het dan een Nederlands schip is, zal het wel boom zijn natuurlijk. Ja. Ja. En als dat nou te moeilijk is, onder de video staat ook nog een link. Dus ik zou zeggen mensen, bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende!